Hey, welkom weer bij een nieuwe AB Customs video. Ondertussen deel 5, 6, ik weet het eigenlijk niet eens meer, van de grasmaaier trekker. Uiteindelijk ben ik het maar gewoon de mini trekker gaan noemen, want het heeft niks meer met de grasmaaier te maken, maar dat maakt verder niet uit. Hey, vorige week natuurlijk die hele achterwielophanging, nou ja, voor zover klaargemaakt als kon. Dus dan moet ik even wachten op onderdelen. Dus ik ga mij voorlopig maar even focussen op de voortrein. Nou, ik heb natuurlijk die velgjes en ik heb die fusées natuurlijk. Maar de draagarmen aan zich, ja, die moet ik zelf gaan maken. En ik ga er wel onderdeeltjes van gebruiken, van de bestaande armpjes. Dus eigenlijk de gedeeltes waar die kogelgewrichten in zitten en zo. En de rest moet nieuw worden, omdat ik het natuurlijk eerder had gehad over die, ja, die kubusvorm, zeg maar, hè. Nou ja, wat ik ga doen is in eerste instantie even gewoon die onderste draagarmen maken. Die kunnen vlak op de tafel komen te liggen. En ja, die bovenste, daar moet ik even voor kijken. Want ik weet natuurlijk nog niet precies hoe dat ik het bovenste stuk van het chassis hier nou precies ga maken. He? Uiteindelijk komt er natuurlijk gewoon een grote neus overheen. Met hier waarschijnlijk een schuin stukje waar het stuur op komt en je klokje van je toerenteller en dat soort dingen. Ja, dat weet ik eigenlijk allemaal nog niet precies, hè. Dus ja, voorlopig eens even focussen op die onderste helft. En dan meestal als je eenmaal gaat bouwen, krijgt die bovenste helft vanzelf ook een beetje vorm. Dus dat gaan we dan ook doen. Ik heb het eerste armpje er even bij zitten. Ja, dat design wat ik wilde maken met die bocht zo. Ja, dat wordt zo krap. Want uiteindelijk zijn deze draagarmen dus nog korter dan de originele. Het zijn echt maar korte armpjes. Dus, nou ja, goed. Kijk, ik heb hier een pijpje 33, dat is duims. En dit zat natuurlijk met een veel dunner pijpje. Dat was een beetje deze diameter of zo. Dus ja, ik heb een stukje erin laten zitten. Daar gaan we weer overheen gelast. En dan heb je natuurlijk een redelijke overgang. Ja, dit moet ik dan maar vanuit gaan dat dat sterk genoeg is. Kijk, de driehoek is natuurlijk veel groter geworden. Dus daar haal je een hoop sterkte vandaan. Ik ga er zometeen nog een plaatje in lassen waar dan die veer op gaat komen te staan. Dus ja, uiteindelijk wordt het allemaal wel heel sterk, denk ik. Maar tja, het kost toch een hoop meer ruimte dan dat ik dacht. En ik wil hen ook niet dichter bij elkaar zetten, want ik wil juist die stijfheid wil ik erin hebben. Dus nou ja, goed, ik ga dat ding straks dan maar gewoon zo met plaat dichtboksen, zeg maar, dat het toch
ja, op een massieve koker gaat lijken. Dus, maar dat is voor later. Dat gaan we zien.
was een rotzooi geweest. En nu begint er een beetje stevigheid in het frame te komen. En we hebben een beetje richting, hè. Ja, dus we hebben natuurlijk hier ook nou de onderste draagarm hebben we staan. We hebben hier de beugeltjes voor de veerpoten. En ja, eigenlijk kom ik nou toch wel aardig op het punt dat die op zijn wielen kan gaan staan. Enige nadeel is dat ik hier één bus mis. Die heb ik, ja, door de onzuiverheid van mijn draaibank is die misgegaan. Maar ja, eigenlijk wanneer deze video opgenomen is, is het kerstvakantie. En ik heb eigenlijk nog een ander beunklusje, dus ik wil hem van de tafel af hebben. Dus ja, ik wil eigenlijk toch vanavond dat ding wel een beetje op zijn wielen hebben. En ik denk dat dat wel kan gaan lukken ook. Dus ik ga even beginnen met hier zo nog die, ja, die lipjes te maken waar die vera komt moeten staan. En dan ga ik die bovenste draagarmen nog maken. En dan is het aardig voor elkaar, denk ik. Dus dat is mijn doel voor deze avond. Kijken of het lukt.
was ik al bang voor. Nou, begint het wat te worden of niet? Dat is vet, hè? Oi, 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 oi. Hij staat en hij rolt. Zit hier natuurlijk al op een balkje tussen de achterveer. Die moet nog binnenkomen. Maar wat wordt. Wat wordt dit vet, zeg? Ik raak er helemaal ondersteboven, hoor dit. Tering, hé. Ja, die voorvering is wat aan de slappe kant. Kijk, want. Het gaat wel, maar ik vind hem te diep in zakken. Kijk, op zich kan erop staan. Nou, ik weet het niet. Komt natuurlijk zometeen nog de brandstoftank om boven de uitlaat te liggen. De uitlaat komt er nog in, de radiateur komt er nog in. Dus ja, er komt daar nog wel wat gewicht bij. Dus ik moet eens even kijken. Dat ik misschien toch wat zwaardere veertjes bestel, of dat ik ze strakker afstel. Dat moet ik even zien. Maar nou ja. In eerste instantie valt het mij niet tegen. Ik ben er eigenlijk zelfs een beetje stil van. Nou ja, deze week wel echt hard gewerkt. Een hoop gedaan. Dus het eindigt hier wel weer even voor deze week. Dus jongens, weer onwijs bedankt voor het kijken. Leuk al die commentaren. Echt super vet. Ik vind het echt leuk dat jullie ook enthousiast zijn. En nou ja, tot volgende week weer. Ik weet zeker dat jullie weer kijken. Later!